Onlangs won de Kia e-Niro de prestigieuze titel in Nederland Zakenauto van het jaar. Met een 3 jaar oud model. En dat terwijl er in de tussentijd echt wel wat concurrerende auto's op de markt zijn gekomen met een volledig elektrische aandrijflijn. Kia had 3 jaar geleden zijn zaakjes dan ook al heel dik voor elkaar. Maar nu hebben ze de zaakjes nog dikker voor elkaar. Want welkom aan boord van de Kia EV6. Een auto die de markt compleet op zijn kop gaat zetten. Het is een auto waar heel veel mensen naar uitkijken, de Kia EV6. Het Kia-equivalent van de onlangs ook nog erg verse Hyundai Ioniq. Een auto die is gebouwd op een gloednieuw platform ontworpen door de Hyundai Kia Groep. Een platform geschikt voor 800 volt laadtechniek dat snelheden mogelijk maakt tot 230 kW. En dat onderaan de streep betekent dat je een vol, laten we zeggen tot 80% gevuld accupakket kan hebben in nog geen 20 minuten tijd. Letterlijke plaspauze en een snelle kop koffie dus. En nu hoor ik je denken, oei, twee auto's gebouwd op hetzelfde platform, voorzien van dezelfde technieken, gaan die niet in elkaars vaarwater zitten? Nou, dat ga ik je in deze video vertellen of dat het geval is of juist absoluut niet. Laten we beginnen met het design van de EV6. Een echte Kia wat mij betreft. Een auto met typische moderne Kia-elementen, zij het wel met een nieuw toekomstperspectief. Kia gooit het over een heel andere boeg voor wat betreft de lijnvoering. Het wordt allemaal wat gewaagder, wat gedurfder. En met bijvoorbeeld in dit geval een Digital Tiger Nose. Die Tiger Nose grill van Kia die is dus nu als het ware gedigitaliseerd, omdat een volledig elektrische auto geen grill nodig heeft en daarom zijn ze anders te werk gegaan voor wat betreft dat design. En met gewaagder, kijk eens even naar die achterlichten, die doorlopende ledstrip van links naar rechts. Het is regelrecht om je vingers bij af te likken. Zeker ook als je kijkt naar de designdetails, als de structuur die onderaan de achterlichten doorloopt naar het midden van de auto aan de achterkant, maar ook de spoiler die als het ware een eenheid vormt met die achterlichten. Heel mooi gedaan. Vergelijken we met de Ioniq 5 van Hyundai, dan is het ook een auto met een meer crossover uiterlijk in plaats van een SUV voorkomen. De EV6 is duidelijk de gestroomlijndere versie. Het is een auto met een heel slank design, maar als je ernaast staat is het ook wel weer echt een auto die imponeert met zijn formaat. Vergis je niet, het is echt een ruime, riante crossover met een wielbasis van 2,90 meter. Uiteraard worden de wielkasten ook standaard goed gevuld met 19 inch lichtmetalen velgen. De GT-lijn die krijgt 20 inch en de op handen zijnde GT die eind volgend jaar op de markt komt, een behoorlijk heftig apparaat, krijgt 21 inch velgen. Zet het formaat van de auto zomaar even in perspectief, want het echt zien doe je wat mij betreft niet. Het is allemaal mooi in balans met goede proporties. Dat Kia ook echt op de designdetails heeft gelet en het wat dat betreft ook over een andere boeg gooit dan de Hyundai, zien we onder andere aan de buitenspiegels en van die spoilers op de C-stijl. Het zijn net kleine haaienvinnetjes. LED-koplampen zijn standaard, lekker efficiënt dus en vanaf een luxer uitrustingsniveau, dat is al vrij snel kan ik je vertellen, volgens mij zelfs vanaf de Plus-uitvoering, krijg je LED-matrix-koplampen met een adaptieve functie en die kunnen dus een tegenligger of een voorligger actief uit het lichtbeeld filteren. Dat de EV6 het over een totaal andere boeg gooit dan die Ioniq 5, merk je ook als je plaatsneemt achter het stuur. Oké, het is een auto die een fijne, hoge instap kan bieden, maar zodra je bijvoorbeeld plaatsneemt, zal je snel merken dat die A-stijl een stuk schuiner staat bijvoorbeeld. Het is een wat gestroomlijndere auto en die A-stijl die neemt dan ook wat ruimte weg bij het instappen. Maar het neemt ook ruimte weg in het interieur, want het is echt een typisch Kia dingetje aan het worden. De Stinger heeft er last van, de Proceed GT heeft er last van. Je zit wat dichter bij de daklijn dan je in eerste instantie zou denken.
Sterker nog, als je wat langer van stuk bent, dan zou het soms wel eens een beetje krap kunnen worden. Helemaal als je de Kia EV6 bestelt met een panoramisch schuifkantendak, want dan wordt die daklijn alleen maar lager. Je merkt het ook als je jezelf instelt achter het stuur, want de stoel kan niet verder omlaag. En dat is iets dat je juist wel zou wensen en je hebt er continu de neiging toe als het ware. Aan de andere kant zou je het ook kunnen opvatten als een wat meer sportiever gevoel dat je krijgt aan boord van die EV6. Helemaal als je het combineert met de brede middentunnel en de opzet van het dashboard. Hij geeft echt een veel dynamischer gevoel dan die IONIQ 5 die een meer SUV-karakter met zich meebrengt. Ja, en over dat interieur gesproken, dat is wat mij betreft echt een feestje. Opgetrokken uit mooie materialen, er is heel veel aandacht besteed aan de details. En dit is wel echt een compleet andere auto dan we van Kia gewend zijn. Het is een stap omhoog ten opzichte van de e-Niro. Het is een stap omhoog, ja, eigenlijk ten opzichte van alle Kia's van dit moment. Zeker voor wat betreft de details. De printjes die je op het dashboard kan krijgen bijvoorbeeld, die dan weer combineren met het printje op de middenarmsteun. Het doet allemaal heel erg hoogwaardig aan. Maar laat je niet foppen, het is ook allemaal gemaakt van biologisch verantwoorde materialen. Vegan leer bijvoorbeeld. En er zijn zowaar 110 petflessen te vinden in het interieur van deze EV6. Op de bodem, wat in de vloerbedekking is verwerkt, maar ook in de kunststoffen op het dashboard bijvoorbeeld. Niet te missen is het immense panoramascherm, zoals Kia het noemt. Maar laat je niet foppen, het is hetzelfde scherm dat je ook aantreft in de IONIQ 5. Een digitaal instrumentarium recht voor je neus, met daaraan vastgekoppeld een navigatiekaart en een uitgebreid multimedia systeem, waarin je ook alle instellingen van de auto kunt vinden. Dat Kia meer in heeft gezet op het design zien we onder andere wel aan de zaken als de klimaatbediening en de sneltoetsen voor het multimedia navigatiesysteem. Dat heeft Kia ondergebracht in één unit en die unit die kan je veranderen met een druk op de knop. Autokenners zullen zich misschien herinneren dat de Nissan Juke een soortgelijk systeem had. Daar kon je kiezen voor een boordcomputer met een torque meter volgens mij en een kW meter, maar ook de climate control instellingen en dan werd het menu hier veranderd. Kia heeft dat nu ook gedaan, maar ik moet zeggen, het leidt wel behoorlijk af. De knopjes waarmee je dit kan doen zijn vrij klein en het is een touchbediening en dat betekent dat je een knop niet fysiek kan aanraken of dat je er goed kan focussen op dat knopje. Je zweeft er nu als het ware overheen en je moet echt even je aandacht van de weg afhalen om dat te doen. Als je dat hebt gedaan, je kiest bijvoorbeeld voor een boordcomputermodus of voor de navigatie, map tevoorschijn te toveren, radio, media, setup, dan verandert bijvoorbeeld ook de linkerknop waarmee je de temperatuur normaal gezien kan veranderen voor de bestuurderskant. Die verandert dan in een volumeknop voor de radio. Stel, je hebt dus de climate control instellingen voor je staan en je wilt de radio even harder of zachter zetten, dan zal je dus eerst die functie van die knop moeten veranderen. Op ergonomisch vlak valt daar natuurlijk wel iets over te zeggen, want dat is niet altijd heel erg fijn te noemen. Wat daar ook niet aan mee helpt, is de touchbediening voor de stoelventilatie, stoelverwarming en de stuurverwarming. Deze heeft Kia bovenaan de middentunnel gepositioneerd, eigenlijk binnen handbereik van het andere bedieningsgedeelte. Maar het betekent vooral dat als je iets wilt bedienen op dat paneeltje, dat je al vrij snel de stoelverwarming inschakelt. Of de stoelventilatie, of de stuurwielverwarming. En dat is leuk als het middenwinter is, maar het is nu hier in Spanje, als dan in één keer de stoelverwarming is ingeschakeld. Dat hoeft voor mij niet. Maar je raakt het dus al vrij snel aan, omdat je je hand wil positioneren ten opzichte van die schakelaars. Op dat vlak vind ik de fysieke knoppen in de IONIQ 5 dus een stuk prettiger werk in de dagelijkse praktijk. Wel merk je dat het voor de rest een echt op de bestuurdersgerichte cockpit is. Met de knoppen hier bijvoorbeeld op de middentunnel, met de draaiknop voor het selecteren van een versnelling bijvoorbeeld. De startknop met daarop een EV-icoontje afgebeeld. Het bedienen van de parkeerrem, de autohold-functie, de parkeersensoren, de achteruitrijcamera. Het bevindt zich hier allemaal binnen handbereik. En het vormt één mooi geheel met die brede middenarmsteun. Ook fijn voor het opladen van je telefoon. Deze kan je hier direct gedeeltelijk onder die middenarmsteun opbergen op een met een rubberen coating voorziene matje. Hij zal daar opladen en dat is gewoon een hele fijne plek voor je telefoon. Maar Kia heeft gelukkig ook genoeg gebruik gemaakt van het potentieel van een mooie vlakke bodem. Het is een auto die van begin af aan is ontworpen als een elektrische auto en dat betekent dus dat het accupakket echt
laag in die bodem zit. En er verder dus geen ruimte in beslag wordt genomen door een versnellingsbak bijvoorbeeld. Het is een vrij in te delen ruimte, een blanco vel. En dat heeft Kia toch nog echt wel in kunnen delen door onder die brede middentunnel ook nog een enorm opbergvak aan te brengen. En dat in combinatie met een vloer die zelfs gedeeltelijk doorloopt. Je vindt daar vooraan bijvoorbeeld hieronder je, op de hoogte van je voeten, tref je bijvoorbeeld dus ook nog USB-oplaadpunten aan. Dit zorgt er met name voor dat je nog lekker veel speelruimte hebt voor bijvoorbeeld je voeten en je knieën. Je zit niet tegen die middentunnel aan te titsen bijvoorbeeld en het geeft net even iets meer beleving. Aan aflegruimte dus ook geen gebrek, al is het maar vanwege die enorme bak hieronder, maar ook met de bekerhouders hier in het midden, de enorm diepe middenarmsteun, tenminste het opbergvak daaronder, de portieren die ook zijn voorzien van riante opbergvakken. Spullen kan je gewoon kwijtraken in de EV6. Voor wat betreft de zitpositie is het op een aantal details na dik op orde. Je kan het stuurwiel over een riant bereik verstellen en ook de stoel laat zich op diverse manieren bijstellen. Alleen de hoogte, wat mij betreft, had hij wel wat lager mogen gaan ten opzichte van het stuurwiel, maar ook zeker dus dat dak hier. Bestuurders met wat langere benen kunnen misschien wat snel in de knel komen, ook met het stuurwiel, aangezien dit ook net niet ver genoeg omhoog kan. Wel is het fijn dat je het zitvlak van de stoel genoeg kan verstellen voor extra ondersteuning voor de bovenbenen. De rugleuning is ook goed gevormd en ja, wat ook wel een gaaf detail is wat mij betreft, de hoofdsteunen kan je naar je toe trekken of juist van je afzetten en kijk eens even hoe deze zijn vormgegeven. Echt origineel. Zit je achterin, is het net alsof je achter E.T. zit. Fijn is ook het stuurwiel, een eenspaaks variant met duidelijke bedieningselementen erop verwerkt. En van die typische Kia details, ook zeker ten opzichte van Hyundai, mooie moderne schakelaars achter het stuurwiel met pianolak afwerking. Geeft net wat meer jeu aan het geheel. Ja, en ook niet onbelangrijk als zijnde een concurrent van de IONIQ 5, de ruimte aan boord. Nou, en ik kan je vertellen, die is dik op orde. De wielbasis mag dan iets korter zijn dan de Hyundai met 2,90 meter tegen de 3 meter van de IONIQ 5. Je ziet hier ook echt als een vorst. Moet je kijken wat een beenruimte hier aantreft. Ik verzuip er bijna in. Voeten kan ik wel ietsje minder goed kwijt onder de stoel voor mij. Ik zit nu achter mijzelf. Ik meet 1,84 meter. Dat is misschien het enige puntje van kritiek, maar daar blijft het eigenlijk ook wel bij. Ik heb ventilatieroosters in de B-stijlen. Ik heb een armsteun met bekerhouders. Ja, dit is gewoon echt een heel rijk gevoel dat die auto je geeft. Sterker nog, ik zou me er niet voor schamen als ik in de EV6 werd gechauffeurd. Hoofdruimte is hier wel voldoende, in tegenstelling tot voorin. Ja, dikke prima. Ook aanwezig in deze GT-lijn, achterbankverwarming en natuurlijk USB-aansluitpunten voor het opladen van tablets of smartphones. Die aansluitpunten vind je in de zijkant van de rugleuningen van beide voorstoelen. En dan mag hij iets sportiever zijn gelijmd dan de IONIQ 5. De Kia EV6 huisvest desondanks een behoorlijke bagageruimte. Standaard bedraagt de inhoud 511 liter. Maar zodra je kiest voor de plusuitvoering blijft hier 480 van over. Overal gezien 20 liter minder dan bij de IONIQ 5. Al is dat bij dit soort maatvoeringen verwaarloosbaar. Nee, het verschil wordt significanter als de achterbankleuning wordt neergeklapt. Dan kan je in de EV6 maximaal 1291 liter meenemen, zij het dat dit in de plusuitvoering nog maar 1200 liter bedraagt. Een stuk minder dan de 1550 liter die je in de IONIQ 5 mee kan sleuren. Wel is de vlakke laadvloer prettig, evenals het feit dat er een smalle extra ruimte aanwezig is onder de laadbodem van de EV6. Opteer je daarnaast voor de achterwiel aangedreven variant, dan krijg je ook een zogenaamde frunk. Een extra opbergruimte onder de motorkap die 52 liter extra bagageruimte biedt. Met name handig voor bijvoorbeeld het opbergen van de laadkabels. Kies je voor een all-wheel drive versie, dan blijft hier 20 liter van over. De EV6 komt op de markt in 4 verschillende smaken. En dat heeft vooral te maken met het verschil in accupakket en de aandrijving. De basisversie dat is een 58 kWh variant. 58 kWh accu dus, voorzien van achterwielaandrijving met een 170 pk sterke elektromotor.
Iets leuker wordt het echter met een 230 pk sterke versie die voorzien is van een 77 kWh groot accupakket. Deze versie, die op papier het verste moet komen met uit mijn hoofd 528 km range, dat zal de meest verkochte variant zijn. En dan heb je ook meteen de plusuitrusting. En die plusuitrusting betekent onder andere dat de EV6 dan standaard is voorzien van een warmtepomp om het interieur te verwarmen op een efficiënte manier, maar ook om het accupakket actief te koelen en te verwarmen, zodat dat ook op een efficiënte manier gebeurt. Allemaal zaken die bij kunnen dragen aan het halen van die range, ook als het wat kouder is. En Kia heeft dit zelfs voorberekend. Zo zou de EV6 in koude weersomstandigheden, we hebben het dan over min 7, toch nog 80% van zijn bereik moeten halen in vergelijking met een buitentemperatuur van 22 graden. Dat zijn beslist geen verkeerde cijfers. Daarnaast kan je die 77 kWh versie ook krijgen met vierwielaandrijving. Er wordt dan een extra elektromotor op de vooras bijgeplaatst en het totaalvermogen bedraagt dan dik 300 pk. De 0 tot 100 tijd 5,3 seconden. Prima cijfers. De range die gaat een tikkeltje naar beneden, al heeft Kia er wel werk van gemaakt dat het over het algemeen een achterwielaangedreven auto is, maar de voorste elektromotor kan in 0,4 seconden worden bijgeschakeld. Op die manier zou die 8% efficiënter moeten zijn dan het moment dat die voorste elektromotor ook continu ondersteunt. Ten opzichte van de IONIQ 5 komt de EV6 er echter ook als een hele heftige GT-versie. Die versie krijgt 584 pk vermogen en een koppel van 740 Nm. Kijk, dat zijn cijfers waar zelfs Tesla bang van moet worden. De 0 tot 100 tijd bedraagt dan 3,5 seconden en een topsnelheid van 260 km per uur is ronduit imposant te noemen voor een volledig elektrische crossover. Ook krijgt die versie een adaptief onderstel en een limited spare differentieel op de achteras. Ten opzichte van de andere EV6'en wordt die ook ietsje lager, een halve centimeter zelfs. En aangezien ik met tal van uitvoeringen heb kunnen rijden, kan ik jullie ook mooi het verschil tussen de standaard plus uitvoering en de GT-Line laten zien. Optisch verandert er dan namelijk aardig wat. Zo beschikt de GT-Line over een aangepaste voor- en achterbumper, inclusief details als superfraai vormgegeven achteruitrijlichten, dynamische LED-knipperlichten en in kleur van de carrosserie meegespoten wielkastranden. Ook zien we dan de completere LED-matrix koplampen en een glazen schuifkantendak. De GT-Line met all-wheel drive aandrijving krijgt daarnaast 20-inch lichtmetalen velgen en in het interieur zien we de komst van deels suède en vegan lederen bekleding, evenals zwarte dakhemelbekleding. Meer dan genoeg keuze dus en al helemaal als je gaat kijken naar de laadtechnieken, want welke versie je ook neemt, elke variant is van 10 naar 80% op te laden in minder dan 20 minuten. 18 minuten zelfs als we kijken naar een 77 kWh versie. Die versie kan laden met maximaal 230 kW en dat betekent dus dat het accupakket weer in no time is gevuld. Echt uniek in deze klasse en eigenlijk uniek in heel de auto-industrie. Onder andere de 800 volt techniek van het eGNP platform maakt dit mogelijk. En jawel, ik heb natuurlijk al eerder gereden met dit platform in de IONIQ 5 en ik ben toen ronduit onder de indruk geraakt van de laadfaciliteiten van de auto. Ik heb hem bij een Fastnet lader opgeladen, ja, en die laadcurve is gewoon ronduit bizar te noemen. Beter zelfs dan Audi en Porsche laten zien met de Taycan of de e-tron GT. Wat ook mooi is, is dat elke EV6 daarnaast geschikt is om stroom terug te leveren aan het netwerk, bijvoorbeeld aan jouw huis. Stel, in de meest gunstige situatie heb jij heel de dag zon gehad, heb je de auto niet gebruikt, dan zit het accupakket vol. Dan heb je voldoende stroom in de auto zitten om 24 uur lang een 55 inch televisie aan te zetten, evenals een compacte airconditioning. Je huis koelen en tv kijken is dus mogelijk met het accupakket van deze EV6. Ik zou het niet doen hoor, want daarna kan je geen meter meer rijden, maar toch, het is wel grappig dat dit kan. De V2L-aansluiting kan gewoon 3,6 kW vermogen leveren continu. Dit doe je met een speciale verloopstekker op de laadaansluiting of met een 220-aansluiting onder de achterbank. Maar hoe rijdt dat nou, die EV6? Nou, ik kan je vertellen, het is zo'n auto waarbij Kia echt heeft ingezet op de rijdynamiek. En dit hebben ze onder andere willen bereiken door de
optimale balans te gaan zoeken in het onderstel. En dat is in dit geval een 53-47 gewichtsverdeling geworden. Net iets meer gewicht achter en wat minder gewicht voor om wat meer wendbaarheid in dat platform aan te brengen. Daarnaast hebben ze een setje ingenieuze dempers gemonteerd. En dat zijn dempers die we kunnen vergelijken, in de basis althans, met die we ook aantreffen onder de Kia Exceed. Schokdempers met daarin nog een schokdemper. En deze schokdempers die werken als het ware natuurlijk. En dat betekent dat ze niet elektronisch worden aangestuurd om een altijd zo optimaal weggedrag neer te zetten. Nee, ze reageren op de momenten wat er onder de auto gebeurt. Is het wat slechter wegdek, gebeurt er heel veel voor die schokdempers, dan laat hij juist wat meer comfort toe. Ga je juist wat sportiever rijden, dan zijn ze aan de andere kant weer in staat tot een wat straffer afgesteld geheel. En dit gebeurt dus allemaal reactief en dit moet zorgen voor een optimale wegligging onder alle omstandigheden. Let wel, het is een auto met een hoge koets. Ondanks een lager accupakket heeft hij wel een relatief lage zwaartepunt, maar het blijft natuurlijk wel een auto met een hoogte van 1,55 meter en dat moet gewoon fatsoenlijk door de bocht gaan. Maar dan ook zonder meteen keihard aan te voelen op slecht wegdek, dat je bijvoorbeeld de vullingen uit je kiezen trillen, dat wil je niet. Nou, en dat heeft Kia dus verkregen door die speciale schokdempers en ik moet je zeggen, dat is ze aardig gelukt. Het is een lichtvoetig aanvoelende auto waarvan je totaal niet in de gaten hebt dat je op pad bent met dik 1800 kilo gewicht. Het is een auto die ten alle tijde prima reageert op jouw input, een fijne directe stuurinstallatie heeft en ook mooi neutraal blijft. Zoek je wat meer de limieten op een klein circuitje bijvoorbeeld, dan zal je merken dat hij op de limiet een klein beetje onderstuur verkrijgt, maar of wat meer gas geven of juist liften is voldoende om dat weer totaal te elimineren. 1885 zelfs. Wauw, dat vind ik niet dat je dat door hebt. Nee, hij voelt dus echt heel lichtvoetig aan. Ten opzichte van die IONIQ 5, ja jongens, ik weet het, maar ik kan die vergelijking gewoon niet negeren. Het is wel echt de auto die wat meer uitnodigt ook tot een sportieve rijstijl. Waar je in die IONIQ zoiets hebt van, joh, hij kan het wel, want let wel, ook dat is echt niet een auto die vies is van een stukje sturen. Die heeft behoorlijk wat in zijn mars. Heeft gewoon echt te maken met dat hele goede platform. Maar deze nodigt gewoon wat meer uit. Die IONIQ, dat is een comfortabele cruiser die niet vies is van een bochtje her en der. Maar deze EV6, ik merk het ook gewoon echt aan mezelf. Ik ga op zoek naar die bochtjes. Hebben we hier gelukkig in de omgeving van Marbella. En ik heb het dan ook prima kunnen testen. En jawel, hij heeft echt heel veel in zijn mars. Je merkt dat er een fijne balans is gevonden en dat je ook echt optimaal kan genieten van die achterwielaandrijving. Die motor op de achteras die duwt je echt mooi een bocht door en hij blijft op dat moment gewoon heel erg mooi neutraal, maar toch ook wel weer echt dynamisch aanvoelen. De feedback in het stuurwiel is ook gewoon prima te noemen. Je voelt goed wanneer het eventueel fout dreigt te gaan en hij is net even ietsje directer dan de IONIQ 5. Wat ik echter het meest bijzondere blijf vinden is dat je echt niet voelt dat je op stap bent met zo'n forse auto. Het is echt geen kleine jongen. Hij biedt je ontzettend veel interieurruimte, zeker achterin, maar ook in die kofferbak met dik 500 liter bagageruimte. Maar je voelt het gewoon niet. Het is echt een hele fijnrijdende, lichtvoetige auto. En jawel, kom je slecht wegdek tegen, dan is die vrij comfortabel te noemen. Wel. Ja, en dan even zonder microfoon, want ik doe dit nou echt out of the blue. Ik neem jullie nog even mee in de EV6 All-Wheel Drive. De versie met 325 pk, twee elektromotoren en een 0 tot 100 tijd van 5,3 seconden. En ik wil jullie even laten zien hoe ronduit fantastisch het is om met een volledig elektrische auto een berg op te knallen. Want echt, ik heb dit, nou, ik denk alweer dik 8 jaar geleden al eens ervaren met een Model S P85 Plus rondom de bergen in Genève. En toen had ik al zoiets van, ja jongens, de krachtopbouw, de souplesse, de precisie van een volledig elektrische auto op een bergpas met kronkelige wegen en power die je dan instant nodig hebt, is gewoon ronduit fantastisch. Het direct aanwezige gekoppelde pk's die meteen klaarstaan als jij erom vraagt. Het is gewoon genieten. En anders dan bij een auto met een conventionele aandrijflijn, met een brandstofmotor, een turbodieselmotor, hoe dik die brandstofmotor ook mag zijn, hij moet altijd het vermogen opbouwen
en samenwerken met een transmissie die in de basis dan ook nog eens vermogen wegsnoept eigenlijk. Dat kost eigenlijk vermogen. Hij moet continu zoeken naar de juiste versnelling, moet toeren gaan maken en ja, ik weet het, dat is ook allemaal extra beleving. Maar de precisie, de snelheid en het rijplezier dat een volledig elektrische auto met behoorlijk vermogen als in deze Kia EV6, dat is ook gewoon een hele andere vorm van een heel mooi stukje puur rijplezier. Ik vind dat gewoon echt ronduit fantastisch. Of je verschil opmerkt met de achterwiel aangedreven EV6? Ja, maar niet zoals ik bij andere auto's heb gemerkt, als bij de Marvel R van MG bijvoorbeeld, maar ook bij de Ford Mustang Mach-E en de Tesla Model 3 Standard Range Plus. Het is niet zo dat de hele balans in die auto lijkt te veranderen. Ik vind deze versie net zo zeker en eigenlijk ook precies hetzelfde stuurgevoel geven als de achterwiel aangedreven variant. Het enige moment dat je merkt dat er een versie betreft met extra gewicht op de vooras en vermogen is wel echt bocht uit. Je kan deze variant gewoon heel lomp een bocht uitaccelereren. Alsof het een attractie is. Aan de andere kant, bergafwaarts, dan geniet je opnieuw van de voordelen van een volledig elektrische aandrijflijn. En dat is het regeneratieve remvermogen. Op het moment dat jij het gaspedaal, stroompedaal in dit geval, loslaat, gaat hij opnieuw stroom wekken. Die stroom stopt hij terug in het accupakket. En op dat moment geniet je dus ook van een behoorlijk remmend vermogen van die elektromotoren. Oh jongens, jongens, het gaat toch ook hard, hè? Ga ik nou gewoon achter de motormuis aan? En wat is dit een goed stukje onderstelafstemming van Kia, jongens. Fantastisch! Auto blijft in balans, blijft met jou communiceren. Let wel, ik ben geen geoefend coureur, maar die auto geeft mij voldoende vertrouwen om er alles eruit te halen. Bocht uit, vol op het gas, zelfs bergaf. Hij rijdt mij niet kwijt. Ja, en dan te bedenken dat Kia ook met een GT-versie komt met 585 pk vermogen, 740 Nm trekkracht en een 0-100 tijd van 3,5 seconden. Met een adaptief onderstel, dus die kan je instellen dat hij nog wat stugger wordt bijvoorbeeld op afroep. Maar ook met een limited spare differentieel elektronisch aangestuurd. Op de achteras grotere remmen, sterkere remklauwen kan je dan ook nog eens onderscheiden van de normale EV6'en omdat die in een andere kleur zijn. Ja, dat moet gewoon een ronduit spectaculaire machine worden. Dat kan gewoon niet anders. Want net als bij de IONIQ 5, de basis is gewoon ontzettend haast verbazingwekkend goed. En of hij een beetje veilig is? Uiteraard. De EV6 is afgeladen met autonome noodrem en assistentiesystemen, waarvan de eerste zelfs standaard zijn. Vanaf de GT-lijn beschikt hij daarnaast over level 2 autonome technologie, inclusief een systeem waarmee de EV6 zelfstandig in kan halen en terug kan keren naar de rechterrijstrook. Een haarscherpe 360 graden camera is dan ook present, evenals een automatische inparkeerfunctie met een afstandsbediening. En om dan ook nog een aantal vragen te beantwoorden die ik heb gekregen via Instagram. Ja, hij wordt ook geleverd in een andere kleur dan rood. En het Meridian audiosysteem, een nieuwe stap voor Kia, want Meridian troffen voorheen enkel aan in producten van Jaguar en Land Rover. Maar Meridian heeft waarschijnlijk zoiets gehad van, joh, laten we samen gaan werken met een merk dat wel heel veel auto's verkoopt. Het klinkt vooral een stuk zuiverder en beter dan het Bose audiosysteem in de IONIQ 5. Het Bose audiosysteem is wat meer basic. Klinkt prima hoor, zoals ik ook al heb gezegd in die IONIQ video, maar dit is wel iets beter. Zeker als je wat hogere volumes opzoekt, blijft dit zuiverder klinken. Wel moet ik zeggen, het is niet sub-premium. Het is wel net iets beter dan een premium audiosysteem, maar that's it. Het is niet zo goed als in het duurste audiosysteem dat je aantreft in een Range Rover of in een dure Jaguar. Daar heb je twee smaken waaruit je kan kiezen. Het is gewoon een mooi premium audiosysteem, that's it. Maar vooral beter dan het Bose in de IONIQ 5. Vind ik hem beter dan de IONIQ 5? Ik vind het nog lastig zeggen. Ik denk dat ik pas echt een conclusie kan trekken als ik ook deze auto in Nederland een weekje heb gereden.
Maar ik vind het nu nog lastig. Het zijn eigenlijk ook auto's die totaal niet vergelijkbaar zijn qua karakter. Die Ioniq 5 is echt een ruime SUV met comfortabele rij-eigenschappen. Een heel ruim opgezet, bijna retro-achtig interieur. Terwijl Kia het wat meer over een conventionele boeg lijkt te gooien. Om dat sportieve gevoel hier aan boord te geven. En meer inzet op rijdynamiek. Maar één ding is duidelijk. De EV6 is een fantastische verschijning. Heeft zeker voor de wat meer actieve bestuurder zeer aansprekende rij-eigenschappen. En als we dit combineren met de uitstekende pricing van de auto, maakt hem dat tot een zeer geduchte nieuwkomer. Zo geducht zelfs dat de Hyundai zich echt wel zorgen mag maken. Mede dankzij de lage daklijn en wat lastigere gadgets in het interieur vind ik hem niet perfect, maar jij zou dit zomaar door de vingers kunnen zien of er simpelweg geen hinder van kunnen ondervinden. Feit blijft dat na Hyundai nu ook Kia de complete autosector op zijn kop zet, middels het neerzetten van de nieuwe, ditmaal temperamentvolle standaard. Vond jij deze eerste kennismaking met de Kia EV6 leuk en interessant en zeg je ik wil meer van Insta Autovlog zien? Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!